Sonny Indalal, geboren op 7 november 1958 te Paramaribo, is vanaf 1958 lid geweest van de zeer populaire muziekformatie Indian Orchestra. Luistert u maar zelf wat hij allemaal te vertellen heeft. Zang, er is niets beter dan de zang. De zang, met de zang kan men leven. De zang is op de wereld veel hoger dan elk ander niveau. Dat kan ik u wel zeggen als zanger. Maar mijn intrede heb ik feitelijk gedaan in 1958 met de Indian Orchestra. 1958 heb ik dat gedaan onder leiding van de heer Herman Dio. Ja? Later heb ik het gedaan met Salim en Friends en met Sati onder leiding van Krishnam Kelawan. In 1964 ben ik als voorzanger geweest naar Trinidad met de Indian Orchestra. En mijn hoogtepunt was feitelijk in mijn leven in 1966. Toen ik op het podium met de man zelf, Mohammed Rafi, op het podium. Hij stond nauwelijks een meter van mij, 2 meters van mij. En ik moest durven zijn lied na te bootsen. Bij opening van STVS bijvoorbeeld, was ik de eerste Hindoestaanse zanger die moest zingen met de Indian Orchestra. Als eerste Hindoestaanse zanger, van Hindoestaanse afkomst, heb ik gezongen. En dat liedje was Bhari Dunia nog erbij. Dus dat is het ook. In 1979 heb ik op Cuba deelgenomen aan Carifesta onder leiding van Ketuaru en Ever Derks. Ketuaru, maar ik mag de naam weer niet vergeten. Kesri Persat was erbij. Dus het is niet dat ik alleen in Suriname heb gezongen. Ik heb veel in het buitenland ook gezongen. Vooral in verband met Carifesta. Ik heb op Guyana, Trinidad, Suriname, Cuba hebben we dat gedaan. Hoe komt het dat wij dat niet meer zongen? Omdat de meeste jongens van ons, als ik zeg jongens, dan begrijp je wat ik bedoel. Dus aanhalingstekens. Die waren dus weg. Anderen waren overleden. Bijna de helft van de Indian Orchestra die bestaan niet meer. Die Johannes Kalu, Sohrab, Jul Kalu en noem maar, er zijn zoveel. Robbie Sohan Singh, al deze jongens die bestaan er niet meer, die bestonden niet meer. Bikari is nog hier, meneer Sukhai leeft in Nederland enzovoort enzovoort. Muziek is feitelijk, als ik het er echt moet zeggen, muziek is een hogere openbaring dan alle wijsheid en filosofie. Gaane wale chun chun ke Salim rakhe hain, Suriname ke sabse mashhoor gaane wale apne band mein aur wo hai aapke liye ek zabardast taaliya Sonny Indalal. वही मशहूर गाने वाले सोनी इंद्रलाल जबरदस्त आलिया सोनी आपके सामने आ रहा है महानवी का वो खास न लेकर मेरे मितवारे आपके सामने आ रहा है ध्यान दीजिए dames en heren, het is ons een genoegen om aan u te presenteren Sonny Indalal. Okay.
दोस्तों भाई बहनों, सोनी इंदलाल आपके सेवा में।